Ja, dames en heren. Welkom bij een nieuwe sessie. Jullie zien nu nog één karretje achter mij staan. Maar meneer Tiedink, die komt zo meteen bij mij. Zo sta ik lekker in het zonnetje te kijken. Maar we gaan weer een lekker sessie knallen. Ik heb één dag gevoerd. Vorige week ook goed gevangen hier. Dus moet helemaal goed komen. Maar zo hebben we te strijden. Kijk hem strijden. Hey maatje. Hey makkermaat. Kijk dan. Zo. Enge drift papa. Ja. Niet normaal. Mag niet meer. Nee, kom maar. Mag het nog wel? Nee, mag ook eigenlijk niet meer. Nou, ik heb weinig te vertellen. De zon is bijna om de 5 minuten. Ik ga die hemels water in knallen. Kaboom. Oké, dames en heren. Het ongelooflijke is gebeurd. Het is ongelooflijk. We hebben vannacht geblankt. Ja, helaas wel. Het zit allemaal niet mee. Lucht ook is 1032 volgens mij is aan de vrij hoge kant. We hebben een oostenwindje voor de komende 2 weken. Rond de windkracht 4-5, maar vreselijk koud. Temperatuurtje van 0 à 1 graden s'nachts. Dus dat is echt het slechtste weer wat ik De omstandigheden die kunnen wel een stukje beter eigenlijk. Maar wat hebben we net gedaan? Nou, dat is ook ongelooflijk. Ik zit deze onderlijnen klaargemaakt. Daniel Tiedink voor het eerst in jaren. Ze richtboxie even gevuld. Nou, dat is bijzonder. Dat gebeurt vrijwel nooit, moet ik zeggen. Dus morgen? Dag zonder zorgen. Gaan we wat vangen? Morgen? Nou, we gaan echt een dikke 30 vangen vanavond. Ik voel het. En we hebben net te horen dat heel Nederland bijna in de lockdown zit. We mogen geen samenscholen meer en zo. Alles. Anderhalve meter afstand, jongens. Ja, blijf bij mij uit het buurt, jongen. Helemaal gesloopt? Ja, niet normaal. Even een kleine pauze. Stijn hier even wat drinken. Daarachter hebben we de steile brug. Hebben we daar zin in? Chitten met z'n kar. Ik zie het alweer gebeuren. Heb je daar zin in? Nee, hè? Ah, maar we zijn er bijna. Net de kamer uitgezet. Ja, zijn we best zo. Dat kan ik niet missen, hè? Nee, het was echt... Dit is wel weer een klassieketje, hoor. Zo hoort het, hè? Zo hoort het. Nee, duimpje omhoog. Duimpje omhoog, abonneer voor meer. Je hebt ervaring in hem met rechtop zetten. Ja, er komen wat mensen aan. Het is nog een gevaarlijk gebied. Hey. Ja, lachen allemaal, hè? Wow. Professioneel. Als nieuw. Dat is ik vaker gedaan. Zo, er zijn veel mensen hier. Ervaring geleerd. Die kunnen meegenieten. Bizar. Oh, wat een zie. Gaan we die steepje schaar gooien? Voor wie de rechter stek nog? Die dichtbij. De beste film die GoPro nog? Ja, 7 minuten nog. Oké, kom een beetje hier staan. Oké, steenpapier, schaarverdeling, je kent het wel. Tot hoeveel gaan we? 2. Tot 2, de winnaar die mag op dit hoekje. Ja. En de verliezer op de andere hoek. Ja. Oké, steenpapier, schaar. Steenpapier, schaar. Steenpapier, schaar. Is het nou weer? Ja, altijd hè. Altijd. Zo, dames en heren, aangekomen op het laatste en nieuwe water. Yes, je weet het. Een klein watertje. Ja, het was even zoeken hoor, tegenwind. Ondertussen is de wind wel gaan liggen. Het zonnetje schijnt heerlijk, we mogen niet klaren. Tentjes die staan. En jij hebt je hengeltjes klaargemaakt? Ik heb mijn hengeltjes klaargemaakt. Laat jij dat eens even zien. Ja, we hebben dus te horen gekregen dat het hier helemaal vol zit met kreeft. En daar zwemmen waarschijnlijk wel een paar dikke vissen. Die willen we natuurlijk vangen. Maar al is na 20 minuten je aas er vanaf, dan ga je niks vangen natuurlijk. Hengeltje 1 wordt gewoon een vast loopmontage. Klein haakje, maatje 6, Feng Twist of de Feng X van Nash. Met, jawel, de witte pop-up. Ja. Single pop-up de enige echte. Kijk eens, met van het kreeftenspul eromheen. Ja, dat ga je op inzoomen. Even inzoomen. Ja, dat zie je wel. Ja, prachtig hè. Helemaal perfect. Nou, dat was dus hengeltje 1. Die gaat helemaal erachter in het hoekje. Zonnetje is daar laat van de avond waarschijnlijk. Als je een beetje kan rekenen. Als je een beetje kan rekenen. Als je een beetje kan rekenen, dan weet je het wel. Dan kun je daar even rekenen.
Nee, en hengeltje 2, blijf even serieus. Wordt de single boilie op het kopje hier zo. Een paar boilies erbij. Ik denk iets van dit. Een stuk of 8. Ja, ja, geen 9. Nee, ja, is het misschien 9, een beetje stoer doen, maar luister dan, de watertemperatuur is nog graad of 4 of 5, denk ik. Dus meer dan 10, dat zit er niet in. Nee, meer dan 10 wordt niet gezien door de kaper. Dus kleine handjes. Klaar? Ah, die is wel netjes toch? Voor het kantje, nee, eerlijk? Zit hier met de grootste playboy van de hele karpenwereld, jongens. Hier wegen ze hun vissen mee. Ja, dan weet je het wel. Praatjes. Heerlijk. Zo jongens, het zonnetje gaat onder en het wordt al kouder. En we zijn lekker een burgertje aan het bakken. Oh, die is nog lang niet goed. Zo vers van de pers hè, deze keer. Ja, lekkere burgers jongens. Waar zijn ze laten zien? Waar zijn ze? Ja, waar zijn ze? Vers van de slagen. Oh, van de slagen. Zijn geüpgrade. Jongen. Ja, oh. Hey. Smullen. Smullen jongen, zonsondergang. Nog geen piepje gehad helaas. Maar vannacht, 1:30. 30 pointjes vannacht om 1:30. En er zijn net een paar locals langsgekomen. Die hebben ons even de fijne kneepjes van het vak geleerd. En die hebben verteld dat er niet zo heel veel vissen, maar dat er wel een paar mooie zitten. Dus hoop op die ene bak. Die bak die komt eruit vanochtend. We gaan ervoor. 1:30. Hey Daan. Jongens. Ben je er een beetje klaar mee? Ja, we zijn er echt helemaal goed klaar mee. Dus tijd om het bedje uit te komen. Het is een uurtje of 10. We hebben net de hengeltjes oververst. Maar wederom niks kunnen vangen. Helaas. Maar ja, je kan zeggen wat je wil, maar... Het is wel echt lekker weertje hoor. Het is weer, het zonnetje is er gewoon, het is weer... S'nachts, het was echt weer koud, gewoon 0 graden. Ja, bizar. Maar 48 uur lang niks kunnen vangen. En dat moet dus eigenlijk best wel in de schoenen gezakt. Maar er komt zo meteen een goede vriend langs. Even lekker wat eten brengen, drinken, gastenstelletje. En dan gaan we wederom naar een ander stek toe. We moeten wat vangen. Het moet. Het moet gewoon, want dit kan gewoon niet. 82 geblenkt. Dus ja, we hopen vannacht wel op een visje. Weer nieuw water. En dit werkt dus helaas niet. Dus het moet gewoon. Ja, nou twijfelen hoe laat we moeten gaan. Want die zon staat toch wel lekker op het water. Misschien dat we nog iets kunnen vangen hier. Maar ik denk het niet eigenlijk. Ja, stel we vangen nog die dikke bak. Dan... Oh. Eet jij je schoen op? Kijk deze schoenen. Zo. Kijk. Oh. Dit zijn wel enge patta's. Dat is enge drip. Gekke fashion. Hey. Gooi even dat handje. Oh. Ja, dames en heren. We worden net als pest. Hey. Wat hier? Misschien nog een stuk wel veel. Maar we gaan hem even zoeken. Ja, we moeten ergens zitten. Zo, het is lekker weer, gek. Zo. Moet je even kijken, gek. Het is fucking lekker weer. Echt heerlijk. Hey, kijk, dit is de. Oeh. Gekke GoPro op de stok. Gekke camera op de log. Wow. Oeh. Wow. Wat gaan we doen? We gaan even een hengeltje verversen. Nieuwe bol eraan. Nieuwe plek. Even een plek zoeken uit de wind in de zon. Want
en een beetje ondiep. Want, we hopen dat de karper daar naartoe trekt. Want daar is dan toch de watertemperatuur iets hoger. Hé, hey, hij zit hier. In een van deze bomen moet hij zitten. Dat hoorde je sowieso op de kabel. Dat is ook echt hard geluid. Zit hij niet daar? Ja, daar. Ja, ik zie hem, ik zie hem. Hij is vast? Ja, dat even doen, dat geluid. Ja, ik zie hem. Ik zie hem zitten. Ja, kijk, hij zit ja, daar. Ja man, we moeten hem even met de zoomlens filmen. Dat is wel dik. Wat is het? Is het een pontespecht? Ik zie hem niet echt op die... Ja, daar zit hij. Nou, we gaan eerst even... Zie je? Hier. Ja. Hier zit hij. Ik zei het nog, hè? Ik zeg het nog, Chit, zeg het. Kom even mee naar mijn hengel. Welke was het? Ik weet het niet, hij piept de fucking hard, hè? Ja. Ik weet het echt niet. Ik ga voor die hengel op de fles. Ja. Dat was wel spannend. Ja, mijn hart gaat tekeer, Rick. Als je in één keer gaat, joh. Hé, hey, Zwan. Zwan hoe? Ik zie eigenlijk nog geen plek uit de wind. En hier zo. Ik denk echt wel plek. Ja, maar kijk, dat zonnetje gek. Eerst maar een partijtje lekker weer. Kijk, hier is wel uit de wind hoor. En met zonnetje. Tegen dat windkantje aan daar. Dan moet je wel een beetje stil zijn. Ja, en ik heb mijn engel nog niet bij. Zo, kijk, helemaal uit de wind hier. Dat moet toch wel. Dan moet je hier gewoon nog niet in de buurt komen. Kijk dan. Het is echt zo'n voorjaarsleukje. Maar denk je dan bij zo'n nieuwe opzet wel? Moet je kijken waar onze tenten staan. Is kan het even mestig? Ja. Zij zeggen wel. Kijk hoe ver onze tenten zijn. Ja, dat is nestkwaliteit. Wat red. Ja, zeker. Door is van iets. We gaan dat gewoon neerleggen. Nou jongens. Vannacht heel koud geweest, dus waarschijnlijk is het water weer best wel afgekoeld. Wat gaan we nu doen? Het zonnetje schijnt zoals je ziet. Dus we gaan een plekje waar het ondiep is, in de schaduw. Nee, waarom in de schaduw? Doe even opnieuw. Hier is wel netjes. Die bollen bij je. Ja, maar we voelen eigenlijk alleen maar... Halfies? Halfies en kwartjes. Halfies en kwartjes. Heel weinig. Snel een aanbeetje te forceren. Als die langs zijn. Ga zelf niet. Nieuwe Corda Crusher. Alles op je eigen lijn. Ja, dat is netjes. Nou, zo hoort niet. Ga wel snel dit. Ja, dit is kwaliteit. Zo, en er schijnt iemand een paar karpers te zwemmen, schieten zo'n dikke karper weg om een lijn gisteravond. Dat is echt erg. Dat is wel echt erg. Maar ja, weet je, je denkt lekker zonnetje, lente is begonnen. We gaan gewoon weer lekker veel vissen, hè? We hebben nu ook de tijd. Maar we vangen echt een kleuter. Ja, maar de watertemperatuur is gewoon super laag. En deze nacht is het gewoon 0 graden hier de nacht. Dat is niet normaal. Terwijl je denkt eigenlijk een lente, weet je. Ja, je wil echt niet in het water liggen. Nee, die vissen die hebben nog maar die was nog niet dalen met 60% of zo toch? Ja, dat heb je echt gehoord. Een soort winterslaaf of zo. Ja, dat reageerde iemand. Shout-out naar jou. Shout-out naar jou. Onbekend jongen. Oh ja, een bol in. Nee, ligt alles op scherm? Vertrouwen erin? Nee. Maar we moeten wel proberen. Ik heb nergens meer vertrouwen in. Dat is zwaar onzeker. Ja, dat is wel, dat zijn lastige tijden. 7 nachten geblijd. Volgende nacht. Oh jee. 7 nachten gebleven van de 8. Jongen, aankomende nacht, je weet niet wat je meemaakt. Helaas, dames en heren. We hebben er echt alles aan gedaan om er nog een visje uit te kunnen halen. Alle tactieken gebruikt, verschillende stekken. Maar het mocht niet baten. We zijn bezig met inpakken. Hey Chad! Visie! Nee, ook niks. Alleen een brazen gevangen vannacht. Jawel, de braas, mijn koning. Ik ga de hengeltjes ook binnen draaien. Stek wordt ondertussen afgebouwd.
We zijn hier met Ronaldinho. Oh, Roberto Carlos, jongen, ja. Doe even die rond om de wereld. Rondje om de wereld voor het publiek. En kijk eens wie we hier hebben. Bram de boodschappenman. Bram de boodschappenman. Precies op tijd. Ja. Heel lekkere tasvol. Bestelling. Hey, anderhalf meter afstand, hè? Oeh, zeker, zeker. Lekker doosie. Ja, zit toch? Erin. We kunnen jullie het afval ingooien. Broos. Ja, als het goed is. De rest van de rots. Laat zien. Verse vuilniszakken kunnen we wel lang rommel even opruimen. Hou de stek altijd netjes. Ja. Rugtasje voor. En als je geen vuilniszakken bij hebt, dan kun je altijd Bram bellen. Kun je altijd Bram bellen. Bram de vuilnisman, Bram de boodschappenman. Maakt niet uit. Hij staat altijd paraat. Hai. Helemaal ingepakt. Stabiel, jongen. Helemaal fout. Stretch is veel te ver naar voren geslukt. Dus jij zit helemaal mijn band aan. Je wordt echt het kustritje van de week, of niet? Ja. Stabiel? Kijk eens. Hoppa, ja. Lommen spullen, eten, drinken. Wat is goed, man? Even die schooiers helpen. Ben je er klaar voor? Nou, even vol onder water. Ja, toch, rij maar. We gaan kijken of alles goed ziet. Oké, dames en heren. We zijn aangekomen op de nieuwe stack en we zijn bezig met de onderlijnen. Na 82 blanken willen we echt alles perfect hebben, natuurlijk. Eén hemeltje gaat tegen het riet krijgen in het zonnetje met de single pop-up rig. Dat is een kleine 16 mm pop-up. Even kijken. Dat is deze. De Nash Formula fruittwist. Ah, je moet hem eens ruiken, joh. Dat is niet normaal. En normaal gesproken, Bram die heeft zijn tasje bij zich met een beetje goer erin. Ik zeg altijd tegen Bram, joh, allemaal commerciële onzin, die goer en zo. Dat is gelijk wel voor als je het in het water gooit. Maar we gaan even voor één keertje gek doen. Goe en Daniel, dat zou je nooit samen verwachten. Kijk, ik heb hier een mooi handschoentje, anders zitten heel je handen zo meteen onder. Wil je ook niet? Ik heb een gat in de pop-up geboord. Hier een gaatje, ja. En dan gaan we de goe erin spuiten en dan gaat hij tegen het riet krijgen. Oké, kijk, het komt er nu helemaal uit, aan de andere kant uit. Hier hebben we het erin gedaan, fucking ziek. En proberen, hopelijk blijft het een beetje inzitten dat het onder water heel langzaam eruit komt. Lekker aroma's, lekker geurtjes door het water. De wind staat er goed op en met een beetje geluk gaat hij binnen een paar uurtjes af voor het eten. Zou lekker zijn, hè? Oh, lekker. Kipcorns. Doorsmullen. Ik heb wat anders dan de burgers. Ja, even een keertje wat anders, hoor. Gewoon een vieze TW Fish Team Burger. Ja, je mondje, ze zijn best wel lekker. Hele lelijk scooter. Ja, mooi. Hij heeft een homo scooter. Zo, oké dan. De zonnetje gaat bijna onder. Helaas, nog helemaal niks op de hengels gehad. Ja, lach maar. Hè. Tweede nachtje zo gebleven. Zie je daar die eenzame hengel? Die gaat zo meteen af. Ja, hij heeft één hengeltje in liggen. Als die nou afgaat waar wij gewoon niks vangen twee nachten, dan gaan we opruimen. Dan gaan we opruimen, dan is het klaar. Dan gaan we lekker avond eten. Kijk, dan komt hij weer, hè, met zijn lamp. Wat een hond. Ja hoor, we zijn hier met Daniel Tiedink. Ja, ja, een onze witvis expert. Oh, een klassiekertje. Wil je een lekker braans op die? Ja, dit vind ik fijn. Shine. Lekker lappie. Weet je dat de vis er zit. Hij zit wel mooi in het onderlipje, kijk. Ja, ja. Pop-up rig. Perfect. En we zijn hier met Bram de boodschappenman. Hey, dan mag ik zo meteen die lijn weer gooien en gooi ik hem sowieso aan de riet, hè. Zal ik hem even op de foto? Ja. Ja, toch. Doe, dan heb je tonnen wat gevangen. Ja, ja, dames en heren, geloof het of niet? Het is ongelooflijk! Daniel wil zijn lijn ophalen. En er zit gewoon een karpje aan. Ja, dat zou je zeggen, van wel. Na drie nachten blanken, we hadden eigenlijk moeten opgeven. Er zit allemaal vieze zooi aan mijn lijn. Ik weet niet wat het is. Zo, hij lag wel ver, man. Hij lag echt super ver, hij was bij de vette achter. En we wouden eigenlijk even gaan ontbijten en in gaan pakken. Lekker zonnetje weer. Ik heb nog dubbele kleding aan. Lekker warm. En gewoon een karpen, jongen. Ja. Dat had ik nou echt niet verwacht. Dat had ik ook echt niet verwacht. Nou, lijkt alsof het super slap is, maar ik word een beetje hier zwemmen. Ik hoop echt dat het een spiegel is. Ja, ik hoop het ook. Zo. Nou, hij zit daar zo, bij het gasflijmpje. Kijk, het is een schub. Geen spiegel. Hè? Het is geen spiegel. Nee? Dat is een schub. Dit is toch wel even lekker, hè, Tiedink? Ja, na drie dagen blanken. Als ik nou eens veel, hè. Zo, hoe gek word je dan? Ja, ik had eigenlijk dat moeten opgeven, dus... Het is alleen maar lekker, dit. Na drie nachtjes blanken, jongens. Zo zie je de aanhouden wind. Geef niet op. Hij Huub de voorspeller. Is dat een schub of een spiegel?
wel een spiegel, man. Ja, het is een ja, lekker, man. Spiegel. Het is een best grote, man. Ja? Is het die grote? Het is een mooie, man. Zo! Wat, laat het zien. Kijk dan. Het is een dikke gek. Als het die grootste spiegel is. Kijk dan. Ja, het is die volschrift. Nee! Ja. Nee! Het is volgens mij die volschrift. Dat is die grootste. Dat is die grootste vis. Die volschrift van 28 pond. Nee. Ja. Oké, kom, nu ga ik in paniek. Pak een schepnet. Ik geloof. Nee. Kijk hoe groot hij is. Ja, ik dacht, hij ging net het water uit. Zo. Ja, het is hem. Ik weet het niet zeker. Of het is die ene kleine. Hij is wel groot, hoor. Nee, het is volgens mij een. Ik weet het niet. Oh. Zo. Hallo. Hey, goedemorgen. Oh, het is hem! Het is hem wel! Ja, het is hem! Oh. Ja, kijk dan, er zit allemaal spul bij me. Ik echt je slip wat los te zetten. Hij zit al best wel los. Oh. Ja! Ja. Nee, dat zeggen ze wel vaak. Ik alleen bij het dingetje. Oh, kom. Hoe kan dit nou weer? Oh. Hij kan filmen. Ja, tuurlijk. Hoe film ik? Of filmt hij al? Hij filmt al. Het is hem sowieso. Zo, kijk, wat hier nachten. Hoe voel je je? Ja, nou, we kwamen eigenlijk hierheen voor deze vis. En na drie nachten blanken ben ik echt super blij hiermee. En als ik hem nou nog eens speel. Nou. Dan lijkt. Oh! Hey, als je nog. Oh nee! Pas op. Zo, dat ging bijna fout, hè. Zo, het is die zieke rijden, hè. Ja. Ja, het is hem. Hij zit er in. Zo, moet je kijken, mensen. Moet je kijken. Zo. Wow. Het is hem, man. Hij is fucking ziek, goed. Jongen. Na drie nachten, jongens. Ah, corona! Nee. Oh. Heel ziek, hoor. Het is hem ook nog gewoon echt, jongen. Kijk dan. Zo. Jongens, zo zie je de aanhoudende wind. We kwamen voor één nachtje, niks opgeleverd, tweede nachtje ook niet. Enkel gefietst, gestreden, alles met moeite ingelegd en gedaan. We werden wakker, geen vis aan de lijn. En ik kreeg een paar piepen, ik dacht brazen. Nou, het zal wel. We beginnen hem in te halen en toch best wel flink joekel. Is gewoon de grootste die hier zit. Een prachtige rijen voorschub. Echt, het kan niet beter deze ochtend. Prachtig. Het is een grote. Kan het nou weer, hè? Nu een beetje bij die rietstengen, dat is zo mooi. Ja. Uit. Ah, wat een bak, hè? Ja, man. Hij heeft ooit boven de 30 pond gezeten, volgens mij. Ja, hij is flink afgevallen. Hij is flink afgevallen, nou, maar kijk dan. Eens kijken hoe mooi, joh. Dit is toch wel even een plaatje. Erg bizar. Mensen gaan hier zo raar naar kijken, dit kan echt niet. Staat hij al goed in de zak? Ja, ik heb hem net gewogen, terwijl hij nat was. Dan kan je misschien dit nog even vullen, Hubert. Ja, sowieso. Kijk maar. Oké. Okay. Wat denk je? Ik denk 13 kilo. Oké. 12 kilo maar. Ja? Ja. Ai. Lekker man. Ik had echt wel groter verwacht. Ja, man. Hoe kan je dan vorige week nog 27 pond zijn? Ja, dat is nogal een verschil in wegen bij sommige mensen. Wat een pak, joh. Ja, echt een mooie vis. In de stralende ochtend zonnetje. Eindelijk, hè? Ja, eindelijk. Al het harde werk wordt toch nog beloond. Wat een beauty is het, hè? Echt een hele mooie vis. Ja. Ja, Daan, daar komen we. Kijk, dat is een beste jongen. Dat is een hele beste jongen. Kom eens kijken. Wat zijn voor de hemelbouwers? Kijk eens. Ga maar eens kijken. Wil je hem aanraken? Dat doen we nog niet. Oh, kijk, hij is druk. Zo, dit is wel. Ja, hij is een flinke jongen. Dit is wel een flinke, hè? Oh. Hij is nog een beetje druk, maar hij mag zo weer zwemmen. Nee, heb je hem gevangen vannacht? Nu net. Oh, nu net, joh. Ja, vannacht helemaal niks gevangen. Oh, joh, pik, hè?
Ja, net gaat de linker af. Mooi hé jongens. In het stralende ochtendzonnetje. Wil je hem aanraken nou wel? Hoe saai is die? Wil je hem ook aanraken, Boas? Nee? Hoe saai? Hij is 12 kilo's hebben we net gewogen. Maar vroeger scheen die zwaarder te zijn. Scheen die boven de 14 kilo te zitten. Okay. Maar toch echt puntgaaf is. Hij is wel aardig lang boven water. We hebben foto's geschoten en dan mag hij zwemmen. Wil je een keertje aanraken? Goed, nog één keertje. Laatste keer. Zeg maar door. Goed hè. Kijk, dan gaat er weer het water in. Mag de vlees. Zo. Kijk, daar gaat hij. Wil je kijken dan wel? Kijk, daar gaat hij. Kom maar, Bob. Hij gaat er waarschijnlijk hard van de bus uit. Ik heb het nu al. Kom maar. Doe je het eigenlijk uit? Kijk. Oh. Kijk, daar gaat hij, jongens. Hoppakee. En daar is hij. Lekker, jongens. Aan de harde werk toch nog beloond. Oh, lekker smullen, jongens. Spulletje worden allemaal ingepakt. Ja, ja. Oh, de batterij is bijna leeg. Dus doe even snel een promotiepraatje. Ja, jongens. Vond je de video nou leuk? Vond je ook dat we gestreden hebben? Ik heb alsnog geblenkt, maar ik maak niet uit. Hele mooie vis gevangen. Doe die duimpjes omhoog. Abonneer voor meer. En dan zien we jullie volgende week dinsdag. Morgen herkansing voor jou, hè? Ja, morgen gaan we weer vissen. Want, weer met z'n drieën doen, gek. We moeten de hoop niet opgeven. Nee, toch? Moeten even blijven doorgaan. Ja, toch mooie vissen, hè? Daarom. Lekker, doei doei. Laters. Oh, niet, ja, zo denk je. Alle spullen bijna ingepakt. Kijk, chit is een kaartje. Het zonnetje schijnt, iedereen blij. Maar. Hier zit het ene stuk en hier het andere stuk. En hij is gewoon helemaal eraf gebroken, gek. Ja, nou, ik en ben nu? Helemaal klaar. Ik ga gewoon stoppen met vissen. Nee. Wil iemand nog wel hengels kopen? En we zijn ongeveer een uurtje fietsen van huis. Ja, het is echt niet normaal. We gaan even zo voor de zon, hoor. Je gezichtsuitdrukking hier. Tyfus, tyfus. Maar wat gaan we nu doen? Ja, Wietse bellen. De auto staat hopelijk thuis. Godverdomme. Ja, Wietse gaat die komen. Ja, nou, hij komt maar lekker. Hey. Het zit wel mee deze dagen. Wat een kutleven. Hey, dit is echt groot, man. Alles moet er gaan lopen. Ik loop wel mee, daar niet van, maar... Echt niet naar huis lopen. Dan ben ik twee uur aan het lopen of zo. Misschien nog langer. Ja, langer, hè. Ja, wat dan? Nog een nachtje. Ik ben helemaal gek. Ja, nu. Staat de auto thuis? Staat de auto thuis, pap? Ja? Mijn fietskar is afgebroken. Echt, ik ben nog niet weggefietst en hij breekt gewoon af. Echt, gewoon alles zit tegen vandaag. En gisteren en eergisteren. Dat zat al maanden aan te komen. Ja, dat is toch kut? Ja, dat is wel kut voor je. Hey, ja, maar... Ik kan zeker dat bij je ophouden. Ja, wat dacht je dan? Dat ik ging vragen of je even langs kan rijden voor de lol. Waar sta je dan? Ja, echt gewoon bij je voor. Ik ga hier gewoon af. In de middel of nu weer. Ja, ik heb er geen idee om helemaal niet te gaan. Joh, pik, je doet het maar. Ik ben pas ook nog foto's bij jou bezig maken. Bij je huis even. Jij kan toch gewoon even komen? Jij weet waar het is? Ja, oké. Okay. Ja, nee, stuur even een locatie, want ik weet niet hoe die straat precies heet. Ja, best. Dan kom goed. Wel naar de parkeerplek. Ah, Wiet, dan kom je zo nog wel even in de film. Kun je de outro doen? Zeg? Dan kan je zo meteen de outro van deze film doen. Besef ja, dat ik gewoon nog naar huis moet fietsen ook. Dan gaat fietsen met mijn spullen naar huis, maar mijn fiets kan ik hier niet laten staan. Hoezo niet? Hij zit helemaal vast. Oké. Onze grote vriend Wietse, die komt ons hier aan de overkant ophalen. We staan precies aan het midden van de overkant. Ik ken gewoon niet erg. Hoe ga je hem meekrijgen? Ja, ik weet het niet. Hij is al aardig zwaar. Ik snap wel dat hij is gebroken. Godverdomme. Ja, dit is. Moet ik helpen? Kut. Ja, we moeten eerst even die schetsje naar voren schuiven. Ja, best. Hai. Oh. Zo. Duw de trolley, hè? Ja, wat? Sorry, duw was de trolley. Hoeveel kans op dit gaan? Oh! Kut, sorry. Hier, wacht, moet hij weer om mij? Duwen. Ik hou hier vast. Wacht, doe jij dus hier? Zo. Nee, daar. Waar is het? Ah, we moeten hem wel vasthouden. Ja, ik leg de camera in. We gaan even sturen.